Het is me genoeg om jou hier in Spierdijk welkom te heten namens Tulppromotie Nederland, die jou een tulp mag aanbieden. Wij als Tulppromotie Nederland willen jaarlijks een bekende Nederlander in het zonnetje zetten. En dat willen we op een speciale manier doen. Dit is vooruitlopend op ons evenement aanstaande zaterdag in de Dam, waar we dan 200.000 tulpen door de mensen laten plukken. Dan gaan we een hele complete tulpentuin neerzetten. En naast jou staat de heer Lichthart. Hij is de vader, oftewel de ontwikkelaar van jouw zeer bijzondere tulp. Hij is hier circa 20 jaar geleden is hier mee begonnen. Door al de selectiecriteria die Jan steeds toepaste, ben je blijven leven. Ben je steeds naar voren gekomen, je bent steeds opgevallen. Jij hebt net als deze tulp, je hebt het zelfs pas ook al een paar keer gezegd, een blije uitstraling. Je wordt er blij van. Elke ochtend, de laatste paar weken, heb ik jou toch 's morgens wat gezien op tv. Nou, iedere morgen verras je heel Nederland met die mooie, blije uitstraling in vandaag de dag. Je hebt de tulp zelf uitgekozen uit diverse andere tulpen. Deze is jou helemaal speciaal opgevallen. Door zijn frisse, gezonde kleur. Jij droomt ervan om deze tulp in het bos tegen te komen, heb ik gelezen. Op een zonnige plek. Vanaf nu, vanaf deze dag, is het mogelijk dat je jouw tulp kan gaan ontmoeten. Ik zou vragen, Warre, om de champagne deze kant op te laten komen. Dit is natuurlijk mijn eerste tulp, dus je moet me wel vertellen wat ik precies moet doen om hem te dopen, Arne. Oké, nou. Ik zal je vertellen dat het ook mijn eerste doopje is. Oké, meen je niet. Maar niet Jan's eerste doop waarschijnlijk, of wel, Jan? Nee, maar het is de bedoeling, Merel, dat je deze tulp gaat besprenkelen. Ja. En er misschien nog een paar mooie woorden tot hem richt. Tot haar richt. Ja, dat wil ik zeker doen. Ik spreek, het is de eerste keer in mijn leven dat ik tegen een bloem ga praten. Maar, ik doop hierbij, mijn tulp, de Merel Delight. Opdat die maar heel snel heel veel plekken in het land verkrijgbaar mag zijn.